nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Hallo allemaal. We gaan vandaag een blues doen. Een gospel blues. Gospel blues. Heel oud nummer. Het is voor het eerst opgenomen in 1927 door Blind Willie Johnson. Een blinde blues zanger die ook gospel zong. En het is een heel archaïsch nummer. Het past een beetje in de sfeer van The House of New Orleans, St. James Infirmary, Black Girl in the Pines, dat soort nummers. Het is dan ook gecoverd door heel veel artiesten. Nina Simone, Led Zeppelin, Ry Cooder, Eric Clapton, Doc Watson, zelfs Tom Jones. En die gospel, dat is toch wel een mooie stijl van spelen. Heel veel muzikanten, zelfs die waarvan je niet zou verwachten, zijn begonnen in een gospelkoor met veel pathos in de kerk. En daar werd gruwelijk veel en heel gruwelijk goed gezongen. Tina Turner, Diana Ross, Marvin Gaye, Britney Spears, dat soort mensen, allemaal in het gospelkoor begonnen. Zelfs, en daar zou je het niet van verwachten, Snoop Dogg is in een gospelkoor begonnen. Daar hebben ze het klappen van de zweep geleerd. Daar waren zelfs de hele soul zangers en zangeressen komen eigenlijk allemaal uit de gospelkoren. Bijvoorbeeld, je kent nog wel Voulez vous coucher avec moi van Patti LaBelle en haar zussen. Die zongen dus in het koor van hun vader die domino was. Maar op zaterdagavond dan gingen ze dat hun eigen soulmuziek zingen. En ja, dat viel ook niet altijd goed hoor bij de gelovigen. Er zijn veel soulzangers die met soul begonnen, die mochten dan niet meer in de kerk zingen. Want ze zongen dan wereldse muziek, duivelse muziek. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Dit is een prachtig nummer van Blind Willie Johnson. Je zou niet verwachten dat je het kan spelen op een harmonica, maar het gaat heel goed. Zelfs in twee verschillende toonaarten. We gaan het wel even hebben over de ritmes. Kijk, wij kennen een vierkwartsmaat. Kennen wij in deze verdeling. 1, 2, 3, 4. Pardon. Dat zijn dus 8 halve tellen. A, 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 a. Dat zijn er 8. 4 groepjes van 2. Maar je kan 8 ook verdelen, en dat komt uit de Afrikaanse muziek, en vandaar naar de Zuid-Amerikaanse muziek, kavesritme. Je kan 8 halve noten ook verdelen in 3 en 3 en 2. Dan krijg je ta-ke-ta-ta-ke-ta-ta-ta, ta-ke-ta-ta-ke-ta-ta-ta. Dus we hadden a-a-a-a-a-a-a, en dan krijgen we nu ta-ke-ta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 . Dat zijn er 8. Ook 8. En in dat ritme gaan we de rechterhand spelen, terwijl de linkerhand wel doorgaat met 1, 2, 3, 4. Dus krijgt. En je krijgt dan de vierde halve tel, die komt, de halve noot, die komt voor de tel. Goed, ik ga een oefeningetje, heb ik verzonnen voor jullie, om daar even mee aan de slag te gaan. Je hebt de bladmuziek, we gaan het spelen. Dus hij staat 2 keer op je papier, 1 keer in D mineur en 1 keer in G mineur. We beginnen met die in D mineur, die gaat zo. Tel tot 4, 1, 2, 3, 4. Je hebt het al gehoord, hè, de muziek. Take ta ka 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 ka. Dat. Goed. Pak even een piece met de oefening, want dan gaan we eens even langzaam opbouwen hoe je dat tot eindresultaat kan krijgen, die beweging. Nou, wat we wel allemaal kennen is hier 1, 2, 3, 4. Pak 3 binnenrij, trek en speel hier gewoon D mineur, oemtje, oemtje. 3 en. Nou, dat is makkelijk zat. Dat heb je 100 keer gedaan. Wat we nu krijgen is
dat we de vierde halve tel gaan verbinden met de vijfde. En dan krijg je dus, even doe het even zonder bassen. Dus je vinger niet op, je speelt. En waar je hem net nog op tilde, doe je dat dan niet meer. En je krijgt dan een accent op dat punt. Aangegeven door het schuine V'tje wat erboven ligt. Dat geeft aan dat iets een accent is. Goed, de kunst is nu om die linkerhand dus wel oem, tja, door te laten lopen. Terwijl die vinger op dat punt moet blijven staan. En dat is raar, want we willen allemaal heel graag wat we rechts doen, ook links doen. Of wat we links doen, ook rechts doen. Toch is het juist aardig om het zo te doen, omdat dit dus voor de tel gaat zitten. Ik doe het heel langzaam, nu met het boogje. Dat is nummertje 2 op je papier. Ik tel 3 en... Je ziet dat daar een accent komt. Hè? En dat zit in de tekst. Nobody's fault but... Het accent komt op het woord fault. Niemands fault but mine. And nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. And if I die and my soul be lost, ain't nobody's fault but mine. En dat fault dat krijgt nadruk, want het is een religieus lied en we moeten het allemaal goed doen. Dus we gaan geen fouten maken. Kijk even mee, oefening 2, 3 en... Dat is het ritmische patroon van het liedje. Als je nou naar oefening 3 kijkt, zie je dezelfde ritmische patroon, maar nu ook met de goede noten erbij. Ja, 3 en... 3 en... 3 en... En nou is het dus de kunst om die 3 voor de tel te spelen. Dus precies zoals die staat. Nobody's fault but 3. And nobody's fault but... Ja. Bij 4 zie je hoe je het ook zou kunnen opschrijven om die verdeling tussen 3 en 2 beter uit te laten komen. Daar staat het dus. 3 en... Daar heb ik hem dus opgeschreven in groepjes van 3, 3 en 2. Toch blijf ik bij die schrijfwijze van nummer 3, omdat je daar aan gewend bent. En dan kun je precies zien waar de bassen en de akkoorden komen. Goed, ga dit even oefenen totdat je het kan. Het is even, je vinger zal misschien iets anders willen doen dan jij, maar als je het een paar keren gedaan hebt, dan moet dat lukken. Zo krijg je dus syncope in de muziek en zo gaat hij ook zwingen, omdat het... Het lijkt of je voor de tel gaat spelen. En dan een beetje laaie beat rond. Komt dan goed. Nou, de eerste maat hebben we net al bekeken. We gaan eens even kijken of het past. We gaan gewoon vooraan beginnen. Vierde vinger op knop 5. Tweede vinger naar 3 binnenrij en de derde. Dat, die 3 tonen. En we gaan spelen. Tel af. 3 en... Maat 2, dat is helemaal een makkelijk voorbeeld om te kijken hoe je tot zo'n syncope komt. Er staat dus zonder boogje starten. Zonder. En met. Dus daar laat je hem staan, hè, bij die 4. Je tilt hem nu opnieuw op, maar je laat hem op die 4 staan. Die plak je aan elkaar in noot. 3 en. Je ziet dat die 4, die F, voor de tweede bas komt. Ja, goed. De hele eerste regel. 3 en... Ga door. Met de derde vinger. 3 en... Goed, vooraan. 3 en... Derde vinger opschuiven. In maat 3 zie je dezelfde ritmische beweging, zonder boogje staat er. 3 en...
Dat is makkelijk, maar nu laat je je vinger op 7 staan, op de D, 3. Dus met boogjes, 3. En... Een keer, 3. En... Goed. En we gaan verder met de laatste noot van de eerste regel. En dan de tweede regel. 3. En 1, wacht even, hoe moet ik tellen? 3, 4, en op 4 beginnen. 1, 2, 3, 4. Dat is ook een mooie maat. Maat 5, kijk even mee zonder boogjes. Doe eens mee met de bassen. 3, zonder boogjes. En... En 1 met boogjes. 3, en... Goed, maat 5 en dan ga ik doorspelen. 3 en. Pak hem over met je vierde vinger. In maat 6, 3 en. Weer zo'n maat, hè? Even los. 3, maat 6, 3 en. Met bassen. En nu met boogjes. 3 en. En de ene laatste maat. 3 en. Daar zitten zelfs 2 van die boogjes in, hè? De ene laatste maat. 3 zonder boogjes. 3 zonder boog. 3 en. En met boogjes. 3. En 2, 3 en. Oh, doe ik het goed? Nee, ik doe het verkeerd. Verkeerde bal. 3 en. Nog een keer in de laatste maat. En. Oké. Nina Simone, die speelt in de ene laatste maat. Maakt ze het nog wel heel erg boos, speelt ze 1 buitenrij. 2. Hoe moet dat met de vingerzetting? We deden dit. En nu doen we, ik doe het met de duim, vind ik makkelijk. Probeer met je duim. Dus, als je helemaal moet doen, kan je in de linkerhand in plaats van de G-minor de een best pakken, dan krijg je. Dat komt wel helemaal blues. 3 en. Ja, dus hier een, pak je een as, dus geen A die er staat, maar 1 buitenrij. Met een best aan de linkerhand. Nou, hetzelfde nummer kun je ook spelen in G-minuur. Je speelt dan wel de tertsknop eruit, hè, jongens. De tertsknop moet eruit bij dit nummer. Zeker als je in G-minuur speelt, want in best met een B, dat vloekt. Hè. Hier zit een B in het akkoord en in de melodie zit een best, dus die B halen we eruit. Die best spelen we dan wel op de rechterhand. Oké, het akkoordenschema schuift eentje op in de kwintessie. Je krijgt nu G, 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 D, G, C mineur, D, G mineur. C mineur heb je ook niet, dus die test moet er in ieder geval uit. Je ziet wel dat overal getrokken moet worden. Er staat geen ene streep. Dat betekent dat je veel met de luchtknop moet gaan werken. Dat kan om de twee maten. Ik speel even. Ik begin met de pink. Luchtknop. Ja. 3 en. Luchtknop en de derde vinger. Doen we ook. We beginnen met de pink. Als je die vingers gebruikt, kan je al die knoppen heel mooi aan. 3 en. Eindigt op de derde vinger, maar we moeten omhoog. Dus
We gaan dan met de derde vinger naar de buitenrijm. Want we moeten daar omhoog. Ja? Daar komt hij vooraan. Maat 9 is dat. Hè? In G mineur. 3. En... En de derde vinger. En nu weer de derde vinger op het eind van de regel. En dan gaan we naar maat 13. Ik begin vooraan. Maat 9. 1 mineur. G mineur. 3. En... Derde vinger. Spring over de derde vinger. En de pink. En de rugknop. Uit. Lucht. Hier dus heel veel met je luchtknop werken. Maar ja, dan moet je ook als je praat, adem je uit. En op een bepaald moment moet je even rust nemen en, om in te ademen. Om weer te doen. Hier is het precies andersom. Ja. Trek lucht aan en op een bepaald moment is die vol. Dan moet je die lucht eruit doen. En dat doe je gewoon op het moment dat je denkt, nou kan het wel, zonder te veel te storen. Het is ook helemaal niet erg als je ergens een halve tel van een nootje afsnoept, om even die lucht eruit te laten. Ik doe het nog één keer in G mineur. 1, 2, 3, en... Lucht. Derde vinger. Pink en lucht. Lucht. Zo, dat was wat ik daarover kwijt wilde. Wat altijd helpt bij dit soort dingen is natuurlijk om YouTube aan te zetten en zo'n titel in te toetsen op Spotify en daar allerlei versies van te gaan beluisteren. Alles maar om in de sfeer te komen. Lekker luie swing in die muziek. En als je het gewoon even aan liedjes aanpakt, een aantal keren doet, zodat het in de vingers gaat zitten en dan niet te veel meer nadenken. Dan gewoon hup, lekkere luie blues spelen, luie gospel blues. Ik weet zeker dat je daarmee in de hemel komt. Juist. Tot ziens allemaal.